Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Boven Frankrijk zien we een dik pak bewolking liggen. Dat hoort bij een lage drukgebied dat vanuit het zuiden richting Nederland gaat koersen en voor zeer slecht weer gaat zorgen. In de loop van de dag trekken er flinke buien over het land. Als eerste in het zuidoosten, met name ook in die regio, kan er onweer bij zitten en hagel. Meer naar het westen gaat het om gestage regenval in de loop van de namiddag en avond. Als het lage drukgebied is overgetrokken dan gaat de wind aan de achterkant nog even fors aantrekken aan de kust tot de windkracht 8 met windvlagen tot bijna 100 km per uur. En misschien dat er zelfs nog meer wind komt te staan houden weerberichten dus heel goed in de gaten. Morgen is het slechte weer weer voorbij dan hebben we een afwisseling van wolken en zon maar ook een paar buien misschien met een klap onweer. Het wordt 19 tot 23 graden bij een matige zuidwestenwind. In het weekeinde knapt het weerbeeld flink op. Op zaterdag is het 20 tot 23 graden met nog lokale bui. Zondag blijft het overal droog en wordt het 24 tot 29 graden. Op maandag 26 tot 31 graden, maar later op de dag wel kans op een paar buien. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl